De baai van Port Liga. De serene rust, het landschap, het licht en de geïsoleerdheid van de plek trokken geniale kunstenaar aan. In 1930 kwam Dalí in Port Liga wonen. Een kleine vissershut werd zijn huis, wat hij gedurende 40 jaar stukje bij beetje opbouwde door verschillende vissershutten met elkaar te verbinden. De verschillende kamers zijn gevuld met een veelvoud van objecten die Dalí inspireerden. De baai van Port Liga vormde een bron van inspiratie voor veel van Dalí's schilderijen. Veel van Dalí's schilderijen vonden hun basis in het uitzicht vanuit de werkkamer van zijn huis. Dalí werd op 11 mei 1904 geboren in Figueras en overleed in Figueras. Vele bezoekers lopen over het naamloze, witte marmer, misschien wel zonder zich te realiseren dat de maestro daaronder ligt. 10 juni 1982 overleed Gala. Dalí wordt de titel Marquès de Pubol verleend en leeft vanaf die tijd in het kasteel in Pubol, een geschenk van Gala. Zijn eerste huis in Port Liga zal hij echter altijd blijven beschouwen als mi casa. Op 23 januari 1989 stierf de genie aan een hartstilstand in de Torre Galatea.